Een vrij moeilijke wedstrijd, wat ze noemen een zespuntenwedstrijd. Ja, rechtstreekse concurrenten tegen elkaar noemt men altijd een zespuntenwedstrijd. Dus je probeert om zelf iedere week je punten te pakken en je hoopt dat je concurrenten punten verliezen. In zo'n wedstrijd kan je het zelf bepalen. Maar we moeten eerlijk zijn, als we naar Lokeren komen, ook al hebben we hier een goed verleden, een goede cijfers in het verleden, weinig verloren. Ja, dan moet je toch wat achteruit gedwongen door Lokeren. En dat is hun verdienste, maar wij hadden graag 3 punten gepakt. Maar ik denk dat we nu ook, dat we ook tevreden zijn met 1 punt, dat we daar ook moeten kunnen mee leven. Vraag je buiten deze wedstrijd, Lokeren-Kortrijk, Kortrijk-Lokeren, 2 ploegen die de groten het moeilijk kunnen maken en die er toch de laatste jaren telkens weer staan. Zit daar iets achter volgens jou? Ik weet het niet of dat daar iets achter zit. Hè. Ik ken de gokkantoren in China en dat volg ik niet. Dus of dat iemand aan daarachter zit, dat weet ik niet. Maar het is een vaststelling dat we er ieder jaar proberen bij te zijn. Bij ons is dat om de 2 of al 2 keer gelukt, al 2 keer denk ik. Denk ik dat iedereen, veel andere clubs zitten te dromen van er ooit een keer bij te zijn. En die zelf zeggen van oké, dit jaar moeten we erbij zijn. Er zijn er hier al 5 jaar op rij zeggen dat ze er moeten bij zijn. Maar die er nog geen ene keer bij zijn. Dus wat dat betreft zou ik zeggen chapeau voor de beide clubs, hè, in zijn totaliteit. Want dat gaat verder dan spelers of trainers of whatever. Alle mensen die clubs leiden. Dat is ook voor hen felicitatie dat ieder jaar opnieuw lukt. Dank u, Jan.